Hallo, welkom bij de workshop Digitale Leermiddelen. Iedere dag weer zoek je naar verschillende manieren om de lesstof op een interessante manier over te brengen. Vandaag de dag kun je lessen aanvullen met grafieken, foto's en filmpjes, al dan niet gepresenteerd op een videoscherm of digibord. Dankzij de digitale materialen is het nu mogelijk om dezelfde lesstof op verschillende manieren over te brengen. Deze workshop is erop gericht om just in time die informatie te vinden die jouw lessen ondersteunen, lesstof te zoeken, lessen samen te stellen en lessen van collega's te gebruiken en aan te passen. Door een breder, gevarieerd, actueel en misschien zelfs interactief lesprogramma voor te schotelen, is de kans van bij de les blijven en daardoor beter ontwikkelen aanzienlijk groter. Voor jou als samensteller van het lesprogramma is het eenvoudig om de lesstof bij te stellen met een keur van gratis materiaal waarmee je didactische werkvorm op elk gewenst moment en op elke plaats kan aanpassen aan jouw wensen. Naast dat je gebruik kunt maken van de diverse bronnen, kun je ook zelf een bron zijn. Jij kunt jouw collega's bijstaan door je eigen ontwikkeld lesprogramma op te slaan als digitaal leermateriaal. Belangrijk is dan wel ook hier te vermelden of het een fragment, toets, leereenheid of certificeerbare leereenheid is. Zodat je collega's in één oogopslag weten of het een plaatje betreft of een compleet en direct bruikbaar programma. Een mooi voorbeeld daarvan is het materiaal dat gemaakt wordt door Engel Bos van het Nova College in IJmuiden. Engel maakt lesprogramma's die gedeeld moeten worden, is zijn mening. Laten we even kijken. Oeps. Ik zit in het onderwijs om wat ik ken en kan wil delen met iedereen die het maar wil horen. Dat zijn leerlingen, maar dat zijn ook mijn collega's. Ik vind het leuk om dingen mooi en duidelijk te maken en maak daarbij vaak gebruik van de camera. Ik ga dan op pad binnen of buiten de school en spreek mensen die bezig zijn met de materie. In mijn geval zijn het vaak hele concrete zaken. Zo ben ik onlangs nog langs gegaan bij het motorenlokaal bij ons beneden om de leerlingen daar te filmen hoe ze de motor uit elkaar halen. Dat doe ik voor ons, maar ik doe het ook vooral voor de mensen die wat verder van de haven afzitten. Ik film dan, interview en zet dat vervolgens in elkaar als onderdeel van een lespakket. De reacties van mijn collega's zijn altijd zeer positief. Ja toch jongens? Ja. Een mooi voorbeeld. Inmiddels zijn er op die manier prachtige voorbeelden ontstaan van heel bruikbare collecties. Soms vakspecifiek, soms branchegericht, zoals voor techniek, handel en groen en soms ook algemeen. Allemaal te vinden op wikiwijs.nl. Hoe zet je zo'n lesprogramma op? Dat begint met het zoeken naar informatie. Veel mensen googlen wat af tegenwoordig. Handig, maar echt efficiënt is het niet. Althans, voor het bepalen van een specifiek programma kun je maar beter ook specifiek zoeken. Binnen speciaal geselecteerde informatie vergaard door collega's van het vak- of branchegebied. Zoals het voorbeeld wat ik eerder liet zien. Google, Wikipedia, YouTube. Het aanbod lijkt grenzeloos tegenwoordig en dat betekent dus veel zoektijd naar juiste informatie. Het is daarom belangrijk om te weten wat je zoekt, qua onderwerp, grootte en complexiteit, wat voor type bestand je zoekt, in welke branche of in welk vakgebied je wilt gaan zoeken, hoe je het wil gaan gebruiken en of je het wel mag gebruiken. Veel informatie is namelijk gratis, maar af en toe moet je een bedrag betalen aan de rechtmatige eigenaar. Moet je lid worden van een bepaalde community of een abonnement nemen bij een leverancier. Overigens hebben al veel scholen een dergelijk account in een elektronische leeromgeving. Het is dan nog een kleine stap om je persoonlijke account aan te maken en fragmenten of zelfs hele lessen te gebruiken. Wikiwijs, ik noem net al eerder. Een programma dat je in staat stelt om op basis van een enkel trefwoord verschillende dimensies van het onderwerp te zien en te gebruiken. Een term als duurzame energie levert in Wikiwijs zo'n 400 relevante hits op. Dat scheelt nogal met de duizenden hits op hetzelfde woord in Google. En dat is natuurlijk een zeer specifiek woord. Een algemeen Nederlands woord zoals fiets levert op Google ruim 5 miljoen hits op. De informatie over duurzame energie betreft onder andere essays, diverse interviews, foto- en videomateriaal en animaties. Vaak wordt de informatie aangevuld met tips voor de docenten die het materiaal willen gaan gebruiken.
Je kunt het leermateriaal over bijvoorbeeld het thema duurzame energie meteen overnemen in je lesprogramma. Maar je kunt er ook voor kiezen de vergaarde informatie aan te vullen met een andere invalshoek. Bijvoorbeeld vanuit het daarmee samenhangende emotionele effect. Maar ook kun je een onderdeel eruit halen, omdat het voor jouw leerlingen geen relevantie heeft. Dit samenstellen noemen wij arrangeren. Binnen Wikiwijs zijn arrangeerpakketten opgenomen, zoals Content Corner en Teleblik. Marine Zeilenmaker, docent Zorg en Welzijn op het Nova College, arrangeert al jaren haar lesprogramma's vanuit diverse bronnen. Voor mij is werken met digitale leermiddelen erg leuk. Ik ben soms verbaasd wat andere collega's al gemaakt hebben. Ik hoef er dan alleen uit te pikken wat ik voor mijn groep kan gebruiken. Zo heb ik er bijvoorbeeld voor gekozen om tekst en foto's te combineren en een animatie eraan toe te voegen. Een animatie houdt de aandacht veel beter vast en het maakt het veel duidelijker. Wat ik samenstel, dat deel ik ook met mijn collega's. We werken heel nauw samen. Daardoor ontstaat er een soort community en dat is niet alleen met mijn directe collega's, maar ook met collega's uit het hele land via internet. Als je gaat arrangeren en je wilt dat jouw creatie toegankelijk is voor je collega's, vergeet dan niet het bestand ermee te dateren, oftewel te kenmerken. Je kunt je materiaal bijvoorbeeld labelen op mbo-niveau, doelgroep, type en grootte van bestand, trefwoord, titelnaam enzovoorts. Volledig volgens de EDU-standaard. Je hebt gezocht, gearrangeerd en je bent klaar om het leermateriaal te gebruiken. Als onderdeel of als geheel, maar in ieder geval passend in de werkvorm waarvan jij denkt dat ze het best aanslaat bij jouw leerlingen. Je kunt het materiaal gebruiken in klassikale vorm of voor een individuele leerling. Maar het is natuurlijk ook mogelijk om het interactief in te zetten. Bijvoorbeeld via een digibord of internetverbindingen via het netwerk van aanwezige laptops. Uiteraard afhankelijk van jouw elektronische leeromgeving. Afhankelijk van het doel dat je met het leermateriaal hebt, zou een les op deze manier ook een les kunnen zijn waarmee de leerlingen zelf aan de slag kunnen. Ik hoop dat je de afgelopen minuten enthousiast hebt gemaakt voor het gebruik van digitale leermiddelen. Het gemak van Wikiwijs bij het zoeken en gevarieerd samenstellen van digitaal leermateriaal of zelfs het maken en delen van eigen lesmateriaal via Wikiwijs. Ik kan me voorstellen dat je eerst even wilt oefenen met het zoeken en arrangeren van leermateriaal. Kijk op www.onlineworkshops.kennisnet.nl voor de instructievideo's en kom erachter hoe gemakkelijk het is om met digitaal leermateriaal aan de slag te gaan. Succes ermee!